Dit is Ilfi. Auto insurance can all seem the same until it comes time to use it. So don't get stuck paying more for less coverage. Switch to USAA Auto Insurance and you could start saving money in no time. Get a quote today. Restrictions apply. Hey everybody, it's me, Ted. Great news. You get to sign up for yet another streaming service because I've got a new event series on Peacock. Yes, we know you have a lot of streaming choices, but this is the only one named after a bird. The show takes place in 1993, a simpler time, when you didn't have an endless supply of porn in your pocket, but you did have an attention span longer than 2 minutes. Anyway, on the off chance you're still listening, check out Ted. Stream now, only on Peacock. En letterlijk iedereen stopte met werken en keek naar me en had zoiets van... Wat raar. Geen kinderen? Geen kinderen. Je wilt toch wel kinderen? En je bent zo goed met mensen. Hey, gezellig dat je luistert naar Kleine Meisjes Worden Groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw. Hey Lot. Hey Dan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja, heel goed. Ik ga woensdag naar... London. London. De London Bridge. Wat ga je in Londen doen? Gewoon chillen. Gewoon leuk. Gewoon leuk. En je gaat met een vliegveld? Ik ga met een vliegtuig inderdaad. Oké. Okay. Ja, ik ben echt nice. Voor de laatste keer dat ik in Londen was echt mijn examenreis op de middelbare school. Dat was natuurlijk zwaar chaotisch. Heb ik ook gedaan, maar toen gingen we met de bus. Maar ook naar Londen? Okay, ja, we gingen ook met de bus. Ja. Ik vind dat zo'n raar concept, die tunnel. Die tunnel. Ja, daar word je toch helemaal onder eng van? Het water. Ja, ja, het is heel waar bijzonder. Waar slaat dat op? Ja, het is heel bijzonder. Maar gewoon onder de zee. Niet eens gewoon even een kanaal. Nee, onder we pakken gewoon... de zee. Verschrikkelijk. Je moet er ook niet over nadenken. Maar goed, ik ga gewoon lekker vliegen. Leuk. Dus dat. Hoe is het met jou? Goed. Ik ben heel blij dat de winkels weer open zijn. Ik wil namelijk heel graag deze week ergens aan het eind van de week of zo, wanneer ik tijd heb, naar het tuincentrum om nieuwe planten te kopen. Want ik heb al mijn planten dood laten gaan. Niet. Ja. Ik wou net zeggen, want je hebt er nog niet genoeg. Nee, ik heb echt. Er is er nog maar één die leeft. De rest is allemaal stervende. Dus je hebt er nu 26. Nou ja, ik heb er nu dus nog maar één. Dat is een jungle bed. Dat ik wil wel naar 26 uur gaan, inderdaad. Ja, ja. 100%. Ik hou ervan. Ja. En jij hebt ook allemaal in de zomer, in ieder geval, had je allemaal van die kleine plantjes die je zelf... tomatenplantjes ja, en dit soort plantjes. Moestuin. En dat ik nog even kijken of ik dat dit jaar weer doe. Aangezien ik heel graag wil verhuizen. Afhankelijk van wanneer dat gaat gebeuren, moet ik even kijken of het de moeite waard is om dit jaar weer een hele moestuin op te starten. Maar dat zien we later. Het is nog maar januari. Jij moet zo'n volkstuin hebben. Dat wil ik ook heel graag. En er zijn volkstuinen in Rotterdam en omgeving. Ja. Maar er staat echt een hele lange wachtlijst op. Er zijn superveel mensen die een lapje grond willen. Een lapje? Een lapje. Noem je dat zo? Dat noem je zo. Een lapje grond. Oh, dat is een lapjes terrein van Rotterdam. Lapjeskat. Hoe dacht jij dan dat het heette? Een lapje grond? Ja, een lapje grond. Doe even normaal. Dat zegt toch... Nou ja, ik vind het leuker klinken dan een lap grond. Een lapje grond vind ik gezelliger. Anyways, waar gaat het over, jongens? Laten we beginnen met die aflevering. Wat gaan we het hebben met die over... wat voor aflevering? Met de kinderwens aflevering. Ja, we gaan het hebben over kinderwens, zwangerschappen. Dat klinkt gelijk heel heftig. Ja. Maar we hebben oprecht best wel veel vragen ernaar gekregen. Wat ik interessant vind. Want je zou zeggen, in eerste instantie, dat onze luisteraars misschien nog helemaal niet daarmee bezig zijn. Nou ja, onze luisteraars die gaan echt wel tot het grootste deel gaat tot 25 ongeveer. En ja, misschien zijn wij er niet mee bezig, maar er zijn dat heel betekent, veel. Ja, dat ik is heb zo. Vriendinnen die 19 zijn, die al als ze een kind langs zien komen op TikTok, dan zitten ze alweer... Rammelende eierstokken. Ja, dat ik denk, meid, doe even rustig. Ja, ja, ik vind het interessant. Ja, daar zeg je wel wat. En ook met de voorbereiding van deze aflevering realiseerde ik me ook dat als je een vrouw bent, hoe dan ook, hoe oud je ook bent, vroeg of laat moet je gaan nadenken over die vraag. Ja, 100%. Maar je ontkomt er eigenlijk niet aan. Maar ook als je een vrouw bent, word je vanaf het begin van je leven al een pop in de handen geduwd. Met het ook idee, dat. Moeder, ja. moeder. Ja. Wat de hel? Ik heb denk ik de helft van mijn leven gedacht van, ik wil kinderen. Omdat het gewoon in mijn hoofd is geprent, letterlijk. Ja, ik had dus echt niks met poppen. Jij? Oh, ik was wel een poppenvrouw. Ja, ik had zeg maar, als in van die baby born dolls-achtige dingen. Dat lag me niet zo. Barbies daarentegen vond ik helemaal het einde. Ik liet mijn Barbies altijd seksen. Uiteraard. Alsof, hallo, doe niet alsof dat niet een universele... Nee, sowieso. Iets is wat mensen doen.
Nee, mijn Barbies die deden complete fashion shows en die hadden een paardenstal en dat, ja. Dat soort dingen. Ik had ook altijd lesbische. Jij bent zeker ook zo'n kind die dan Sims ging spelen speciaal voor Sims in bed. Nou, dat ook. Maar wat ik speelde ook de Sims om een hele familie uit te moorden in het zwembad. En dan kwam, hoe heet die guy? Ja, Magere Hein. Magere Hein inderdaad. We dwalen weer helemaal af. We dwalen helemaal af, meid. Prima. Kinderwens. Hey, de stelling van vandaag. Kinderen willen en het eigen belang is egoïstisch. Wat vind je daarvan? 100%. Oh, ja, absoluut. Dat is, je bent heel, heel duidelijk. Ja, maar je zegt ook uit eigen belang. Ja, ja, zeker. Dus je hebt de vraag ook al. Kijk, je kan hem ook stellen als kinderen willen is egoïstisch. Ja, die dat stelling. Kan. Ja, oké. Maar oké, je beantwoordt hem nu even vanuit jezelf, dan neem ik aan. Of? Ja. Vertel, wat is je gedachte? Ik heb er best wel een sterke mening over. Maar daarbij zeg ik ook heel erg dat mensen die het op een andere manier doen, ik zou daar nooit op oordelen. Mm-hmm. Omdat ik ook een vrouw ben die moedergevoelens gewoon instinctief heeft kunnen hebben. Maar ik heb er wel een heel sterke mening over, vooral hoe jij de stelling hebt gesteld. Dat er heel veel mensen zijn die een soort van, oh, ik wil een mini-me. What the hell is wrong with you? Ik vind dat heel naar ik klinken. Ik wil een mini-me. Doe even normaal. Dat is een leven wat je op aarde zet. Wat bedoel je een mini-me? Dat klinkt bij voorbaat al best wel creepy. Om snap te je zijn. Wat ik bedoel? Kijk, en weet je, ik begrijp het dat het leuk is om dingen te herkennen van jezelf in je kind. Maar ik vind ook dat, ja, ik heb er gewoon wel een sterke mening over. Maar goed, betreft de stelling, kinderen willen uit eigen belang is egoïstisch. Er zijn natuurlijk een heleboel redenen waarom je het daarmee eens zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld overbevolking. We zien het steeds vaker in het nieuws voorbij komen. De aarde explodeert met mensen. Dus een kind minder, ja, misschien doet dat wel wat voor het milieu. Emotionele en mentale vervulling vind ik ook altijd een interessant iets. Dat je heel graag een kind wil om het gat in je leven op te vullen. Mm-hmm. Dat vind ik altijd heel heftig. Of een relatie te redden. Of een relatie. Oeh, die zie je ook vaak. Die vind ik ook heel heftig inderdaad. Wat ik ook altijd interessant vind, zijn mensen die zeggen, ik wil graag een kind omdat ik bang ben om alleen te zijn later. Die pakken mij ook. Ja. Dat ze zeggen, ik wil niet in een bejaardenhuis. Ik wil een kind zodat het kind voor mij kan zorgen. Dat vind ik ook heel heftig. Ja. Als dat gezegd wordt of als dat een hoofdreden is. Andere dingen had ik al genoemd, milieuredenen. Wat ook natuurlijk heel relevant is, is de panini, de globale panini. Ja, de corona. De corona, inderdaad. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe bedoel zonder, je? Zeg maar, nou, ik wil gewoon eerst openlijk, gewoon zonder te judgen, maar gewoon openlijk over na te denken. Mensen die op dit moment bewust, zeg maar, kinderen op de wereld zetten, ondanks dat we in een globale pandemie zitten. Ik zeg je heel eerlijk, ik denk dat we wel gaan wennen aan corona. Ik vind dat niet iets waar je rekening mee hoeft te houden. Dat hoeft geen reden te zijn om geen kinderen. Het feit dat Nederland bijna overstroomt, vind ik een grotere reden om, snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Het feit dat we 6 meter onder de zeespiegel zitten en er steeds meer water is, snap je wat ik bedoel? Ja. Nee, ik vind corona, daar moeten we gewoon aan wennen, jongens, kom op. Ik bedoel, in Spanje is het ook al een griep, even serieus, snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Maar wat ik wel even, jouw stelling, de redenen waarom het egoïstisch zou kunnen zijn, welke ik er ook bij wil benoemen, is ouders die hun eigen droom op hun kind reflecteren. Oh ja, inderdaad. Ja, zo of, van, dan kan mijn kind mijn zaak overnemen of zoiets. Weet je wel, dat je denkt, ja, of dat ze bijvoorbeeld zelf heel graag, weet ik veel, een Olympische sporter wilde zijn. En dat is nooit helemaal gelukt. Dus dan willen ze een kind, zodat dat kind die droom soort van kan gaan vervullen. Ja. Omdat het hun zelf nooit is gelukt. Ja. Dat vind ik ook altijd maar, heel doe interessant. Even de dingen die waarvoor De nee's inderdaad. Waarom je het er niet mee eens zou kunnen zijn. Je kan gewoon zeggen, het is de natuur. We zijn op deze wereld gezet om onszelf voor te planten. Het is oerinstinct. Vrouwen spreken vaak van een biologische klok die op een gegeven moment afgaat. De hormonen spelen op. We zijn er gewoon voor gemaakt. Daar valt ook wat voor te zeggen. En een andere die ik ook interessant vind is geloofsovertuiging. Zeker uit het milieu waar wij in zijn opgegroeid is het ook vanzelfsprekend. Best wel vanzelfsprekend om jezelf voor te planten. Ja. En gewoon maatschappij in general. The pressure is on. The pressure is on. Heel interessant. Hey, is geen kinderen willen dan ook een vorm van egoïstisch zijn? Geen kinderen. Ja. Ja, er zijn dus heel veel mensen die mening wel hebben. Want als ik heb die wel vaker gehoord bij mensen die zeggen, ja, maar als je alleen maar voor jezelf wil leven, dat is toch ook egoïstisch? Ja. Ik ben het er gewoon totaal niet mee eens. Waarom zou het egoïstisch zijn
als iemand zijn eigen leven lekker aan het leven is zonder kinderen. Mm-hmm. Denk je dat? Dat is een extra leven. Het is toch wel een extra leven. Het is niet dat je een kind weggooit. Ik vraag me wel eens af, maar dit is echt speculatief, of mensen met kinderen dat bijvoorbeeld dan zeggen tegen kinderloze mensen uit jaloezie. Ik heb dit wel eens gehoord, inderdaad. Omdat de mensen die bewust geen kinderen willen, of op de wereld zetten, of hoe je het ook wil benaderen, die hebben veel meer tijd en ruimte en geld om dat allemaal in zichzelf te investeren. Die zijn het niet kwijt aan kinderen. En ik kan me voorstellen, je leven verandert toch. Hoe je het ook bent of keert, als je een kind op de wereld zet, het verandert. Mm-hmm. En natuurlijk, weet je, dat is voor iedereen anders. Voor ieder gezin is dat anders. Voor ieder ouder is dat anders. Er zijn 101.000 verschillende manieren waarop je dat kan aanpakken. Maar ik kan me het wel voorstellen. Mm-hmm. Dat je daarover nadenkt. En dat je soms een beetje jaloers bent van, oh, nou ja, zij gaan op vrijdagavond naar de film. Want dus, weet je wel, yeah, ze hoeven geen oppas te regelen of zo. Mm-hmm. Weet je wel. Ja, maar we zijn er wel heel negatief over, hè? Ja, ik maar bedoel, dit is, het is ook, ja. Dit is niet, zeg maar, mijn eigen. Dat moeten we er wel duidelijk bij zeggen. Ik som nu gewoon een hele hoop dingen op die mee zouden kunnen spelen. Maar mm-hmm, dat is niet per se hoe ik er zelf in sta. Daar komen we later op. Okay. Inderdaad. Ja. Lot. Ja. Yeah. Vind jij het onbeleefd om te vragen naar iemands kinderwens? Extreem. Want? Echt extreem. Ik probeer die vraag gewoon te ontlopen. Ja. Yeah. Behalve als je echt heel goed bevriend bent met iemand of familie. Ja, familie is ook al lastig. Familie betekent niet meteen dat je mag vragen wat je wil. Dan moet het echt een goed familielid zijn waar je een hele diepe band mee hebt. Ja. Maar het is zo gevaarlijk om zomaar aan iemand te vragen. En wanneer wil jij kinderen? Of zijn jullie al aan het proberen? Dat doe je niet. Ja, ik vind echt de manier waarop de vraag geformuleerd wordt en van wie het komt, mm-hmm, telt heel zwaar mee in dit geval. Je kan echt niet zomaar opeens tegen iemand zeggen, nee, wanneer gaan jullie? Ja. Begint ook al de tijd te dringen. Het kan niet. Nee. Dat kan je niet maken. Dat is heel persoonlijk. En heel, ja, privé. Er kunnen natuurlijk ook weer tal van redenen achter zitten. Is het jou wel eens overkomen? Dat mensen en het is pijnlijk. Gevraagd? Nou, mensen hebben mij nooit gevraagd van, oh, wanneer ga je beginnen met kinderen? Mm-hmm. Want ik bedoel, ik ben nog best wel jong. Ja. En ik heb geen partner waarmee ik bijvoorbeeld al getrouwd ben. Dat is ook een ding. Als iemand getrouwd is, dan gaan mensen dat al eerder vragen. Van, oh, jullie zijn nu getrouwd, dus wanneer gaan jullie beginnen? Het wordt tijd. Ja, het wordt tijd. Nee, dat is me niet per se gevraagd. Nee. Niet? Nee. De eerste keer dat het bij mij werd gevraagd, dat staat echt op mijn netvlies. Het is jou gevraagd? Maat, je bent zo jong! Nou, je gaat schrikken als je hoort hoe jong ik toen was. Maar toen wie vroeg gebeurde dat? En het was ook echt een hele rare situatie. Ik was 16, moet je nagaan, 16 jaar. Hè? En ik werkte in een lunchzaak als, mm-hmm, serveerster. En in de keuken deed ik wat dingetjes. En ik weet nog dat we aan het einde van de dag aan het opruimen waren. En ik denk dat er een jong gezin was langsgekomen met een baby van een paar maanden. En ik had allemaal vrouwelijke collega's. En die waren helemaal aan het, bijna aan het keren over die baby. Weet je wel, van, oh, zo schattig. En ik wil er ook heen. Nou, daar waren ze allemaal over aan het praten toen we met z'n allen de zaak aan het opruimen waren. En automatisch werd toen ook de vraag gesteld aan mij van, Daf, wanneer wil je kinderen? Wil je kinderen? Wanneer zou je kinderen willen? En ik was echt met stomheid geslagen. Ja, maar dat is wel een andere manier van vragen, hè? Want dat, naar jou was het op een manier van, wanneer wil jij dat in de toekomst? Nou, het werd dit was nog een vrij neutrale manier van vragen, inderdaad. Maar ik weet nog dat ik de zaak aan het vegen was en echt zo stil stond met die bezem in mijn hand. En zoiets had van, ik heb hier nog nooit over nagedacht. Mm-hmm. Is dit iets waar ik over na moet denken? En ik zei toen ook gewoon van, ja, heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ja, ik weet niet of ik kinderen wil. En letterlijk iedereen stopte met werken en keek naar me en had zoiets van, wat raar. Geen kinderen? Geen kinderen. Je wilt toch wel kinderen? En ja, je bent zo goed met mensen. Jij zou zo'n leuke moeder zijn. En toen werd het ongemakkelijk. Toen had ik ergens iets van, ja, maar mensen doen alsof het heel naar is. Mee? Ja. Ja, het was heel vreemd. De setting werd toen heel raar. Maar ook collega's, dat vind ik ook een beetje, dat is weer een beetje van wie vraagt het. Is het, nee, je beste vriendin of je collega of zo? Weet je, je collega's moeten maar lekker. Ik weet nog dat een van mijn ex-vriendjes, die vond het echt dat ik een of andere egoïstische trut was, omdat ik geen kinderen wou. Die zei echt, ik vind het zo erg en egoïstisch dat je zegt dat jij geen kinderen wil. Ja. Gelukkig is thuis. Maar om even terug te komen op je vraag van net, want of iemand dus de vraag heeft gesteld van, hey, wil jij kinderen? Yeah. Er is mij wel eens gevraagd of ik zwanger ben. En dan niet met het idee van, oh, je bent dik. Yeah. Maar het is best een heftig verhaal en wil ik best delen. Ik heb 2 jaar geleden een miskraam gehad.
Goed. Alleen, 2 weken daarna, op een huisfeestje, was er een gozer. En die vroeg doodleuk aan mij. Oh, ik stond met mijn vriend. Oh, en gaan jullie ook aan de kinderen? Ben je zwanger? En hoe gaan jullie hem noemen? En dit en dat. Maar echt dat je dacht, dit is heel onbeleefd. En hij bedoelde het als een grap. Nee, het is maar ik totaal denk niet grappig. Ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben. Dat soort dingen, als je niet weet wat er in iemands leven omgaat. Ja. Dan, je kan het niet maken. Stel je voor, een vrouw is helemaal aan de IVF. Of heeft net zoals mij net een miskraam gehad. Mm-hmm. En dan kom jij met die vragen. Ja. Hou je mij al. Dat zijn inderdaad ook dingen waar ik aan dacht. IVF. Kan jij uitleggen wat het is? Of moet ik dat even meid, kort uitleggen? Dan heb je toch de sperma en daar gaan ze wat mee doen. En dat spuiten ze dan. Stel inderdaad een vrouw of een... niet, het hoeft niet altijd een vrouw in er eentje te zijn. Het kan ook een relatie zijn, op welke vorm dan ook. Wil graag inderdaad een kind krijgen, maar het lukt niet. Om welke reden dan ook, dan kunnen ze in een laboratorium een eicel injecteren met een zaadcel. En die wordt dan vervolgens, als het bevrucht is, teruggeplaatst in de baarmoeder. En zo kan er ook een kindje ter wereld komen. Het is een heel traject. Lijkt me heel intens. Ik zie er wel eens dingen van voorbij komen. Maar daar hebben mensen het ook niet altijd over. Ik weet niet of dat zozeer een taboe is, maar het is wel heel persoonlijk. Kan heel pijnlijk zijn inderdaad voor vrouwen die bijvoorbeeld een hele grote kinderwens hebben. Daar wil je gewoon niet altijd over praten. Ik zeg je eerlijk, soms als ik denk aan die IVF dingen en sowieso, ik vind het fijn dat het kan. Maar soms dan denk ik, holy shit, maakt het niet gewoon de pijn veel erger? Ah, ik weet niet. Ik denk ergens, en zo denk ik, dat is misschien gek om dat ermee te vergelijken, maar ik heb een beetje hetzelfde idee met abortussen, is dat je pas weet hoe het is op het moment dat je ermee bezig bent. Dus ook als jij heel graag zwanger wil worden en je bent bezig met zo'n traject, ik vind dat in ieder geval zelf, dat ik daar niet echt een hele uitgesproken mening over kan hebben, omdat ik niet in die positie zit. Ja. Lijkt me heel heftig om dat mee te maken, hoe je het ook bent of keert. Ja, maar wat ik heb gezien van mensen die het wel hebben meegemaakt, het is gewoon, dat hele traject is zo pijnlijk of zo, als het dan elke keer weer niet lukt, met hulp ook nog eens erbij. Ja, dat ik denk, holy shit, wat een klote rit waar je dan op zit. Snap je wat ik bedoel? Precies. En er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die achter de schermen kunnen spelen. Vruchtbaarheidsproblemen. Is er ook een hele hoop over te vinden. Maar bijvoorbeeld een eisprongstoornis of slechte kwaliteit sperma, dat zijn veel voorkomende dingen die kunnen spelen. Onder of overgewicht vind ik ook altijd wel heel... Als iemand ernstig ondergewicht of ernstig overgewicht heeft dat, kan dat ook invloed hebben op de vruchtbaarheid. Ken jij het woordje endometriose? Heb je daar wel eens van gehoord? Ik heb ervan gehoord. En er gaat ergens een belletje rinkelen, maar vertel. Ja, dat is heel interessant. We gaan er niet te lang over praten, want het is echt weer een compleet andere zijtak. Maar dat houdt in principe in dat er weefsel buiten jouw baarmoeder op je eierstokken bijvoorbeeld groeit, waardoor het ook heel lastig is om zwanger te raken. Mm. En dat kan heel pijnlijk zijn. En 1 op de 10 vrouwen hebben dat. Dat is echt insane. Ik ken ook best wel veel vrouwen in mijn omgeving die daar op dit moment mee te maken hebben. Toen wij voor mijn spiraal waren bij de... wat is niet de gynaecoloog? Bij de verloskundige. Daar hebben we over verteld. Ook in een van onze afleveringen over anticonceptie. Toen dachten ze ook dat ik endometriose had. Daar heb ik toen uitstrekjes voor laten doen. Dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Maar dat komt dus ontzettend vaak voor bij vrouwen. Andere dingen die mee kunnen spelen. Relatieproblemen. Psychische problemen. En geen stabiele basis hebben, zoals bijvoorbeeld je woonplek of je inkomsten. Waarom het dus niet lukt om kinderen te krijgen. Ander vraagje. Waarom denk jij dat de vraag over de kinderwens voornamelijk aan de vrouw wordt gesteld? Vertel! Jezus Christus, ik denk, heel eerlijk, ik denk sowieso dat het vrouwelijke moederinstinct iets super bijzonders is. Ja. Klaar. Dat is magie. En daarbij denk ik ook, en dat is misschien een beetje een andere twist op de vraag van, ik denk ook dat, misschien wordt het wel aan vrouwen gevraagd, omdat het misschien wel wat meer geouwehoer is voor een vrouw dan voor een man. Snap je wat ik bedoel? Het hele moederschap is best wel heftig hoor, in vergelijking met, niet dat een vader het niet zwaar heeft of zo, alleen ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon sowieso de hele zwangerschap. Ja. Dat alleen al. Holy moly. Ik bedoel... Ja, en wij hebben de baarmoeder. Ja, ook. Ik bedoel, het is ook kloten voor die man om de hele tijd met een vrouw in huis te zitten, 9 maanden lang, die constant opeens augurken wil en weet ik veel wat. En ik denk, moederinstinct. Moederinstinct. Ik vind dat wel een magisch iets. En ik snap wel dat de vraag
aan vrouwen gesteld wordt. Maar de vraag mag ook wel iets vaker aan mannen gesteld worden, vind ik. Vind je het niet ergens ouderwets? Ja. Kan je daarin verplaatsen? Ik vind het ergens ouderwets, maar ergens begrijp ik hem ook door dat moederinstinct. Maar daarom zeg ik ook, ik vind ook dat het meer aan mannen gevraagd moet worden. Ja. Snap je? Hoe denk jij daarover? Ja, ik sluit me wel aan bij wat je zegt. Ik denk wel dat het ook te maken heeft met een bepaalde, toch wel ouderwetse stempel of maatschappelijke druk. Ja, gewoon een beetje. Ik vind het een beetje ouderwets, om heel eerlijk te zijn. Als het altijd alleen maar aan de vrouw gevraagd wordt. Ja. Als allerlaatste, ja, om deze aflevering af te sluiten. Ja. Wil jij wat delen over hoe jij jezelf ziet met wel of geen kinderen, in welke vorm? Wil je daar iets over kwijt? Nou, jij vroeg mij gisteren inderdaad op de app, heb jij een kinderwens? En toen begon ik een spraakmemo naar jou. En toen veranderde ik het woord kinderwens naar dat ik een moederwens heb. Ja, vond ik heel mooi dat je dat zei. Dankjewel. Mag op het tegeltje. Mag op het tegeltje. Anyways, maar wat ik daarmee bedoel is, ik in deze fase van mijn leven, ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren, ik weet niet of ik opeens zwanger word, weet ik veel, hoef ik geen kinderen van mezelf. Mm. Ik ben zelf van mening dat er genoeg kinderen op aarde zijn die een moeder nodig hebben. En dat ik dan met mijn white privileged ass een extra wit privileged kind op aarde gaat zetten die een dak boven zijn hoofd heeft, denk ik. Waarom een extra als er kinderen doodgaan en alleen op straat leven? Ik zou heel graag willen. En misschien is dat adoptie, maar er zit ook heel veel haken aan adoptie en dat er ook heel veel dingen daar fout gaan. Ergens zie ik mezelf gewoon op een gegeven moment in een buurt wonen, ergens in een stad waar alle kinderen naar mij toe komen als het niet lekker gaat bij hun ouders. En dan komen ze even een kop thee drinken bij Lotta. En even luisteren naar mijn verhalen. En dan mogen ze hun verhaal doen. En dan geef ik wat advies. En dat kunnen kinderen zijn van 16, van 4, van 24, van 30. Als ik op een gegeven moment oud ben. Nou, snap je? Gewoon een vrouw die, gewoon zo'n vrouw die de mensen buurt, mama. Hun, ja, gewoon zo'n vrouw die, dat mensen zeggen, ja, dat was ook een beetje mijn moeder. Ik weet niet. Nou, dat zou ik mooi willen zijn. Ja, supermooi. Wil jij kinderen? Moeilijk. Ik vind dat dus echt. Ik voel me nog steeds dat meisje van 16 wat in die zaak staat, niet wetende wat ze moet antwoorden op maar deze meid, vraag. Wij hebben tijd. Wij hebben tijd sowieso. Maar ik vind het erg mooi wat je zegt. Ik denk daar ook steeds vaker over na. Precies ook wat je zegt over adoptie. Dat daar ook inderdaad er allemaal haken en oogjes aan zitten. Je kan ook nog bijvoorbeeld gastouder worden. Vind ik ook wel iets moois. Wil ik kinderen? Ik weet het niet. Ik heb wel laatst een gesprek gehad met een vriendin. Ook hierover. En wij keken elkaar aan. En we hadden zoiets van, we hebben wel heel sterk een moedergevoel inderdaad. Die zorgzame kant. Dat instinct. Dat instinct, ja, of zo. Maar is dat nou, dat is voor mijn gevoel niet hetzelfde als die biologische klok die afgaat en zegt, ik wil nu een kind op de wereld zetten. Daarnaast trouwens, maar die klok tikt ook nog niet voor ons, hè? Zwanger of bevallingen, it scares the shit out of me. Ga ik heel eerlijk over zijn. Bro. Sommige mensen vinden het magisch mooi. Ik vind het heel eng. Het idee dat je bevalt, daar wil ik ook nog niet over nadenken. Ja. Dus weet je, maar precies wat je zegt. We hebben tijd. Meid, denk er nog lekker niet over na. We gaan er nog niet over nadenken, inderdaad. Gewoon lekker anticonceptie. Lekker handconcept. Ja. Heb je trouwens die aflevering nog niet geluisterd? Die hebben we ook. Kijk even in de lijst. Er staan er echt al veel online, hè? Al meer dan 50. Dus als je nog maar net komt luisteren. Binge listen. Binge F, inderdaad. Scroll er doorheen. Kies uit wat je leuk vindt. We zijn van alle markten thuis. En volg je ons nou nog niet op TikTok en Instagram? Dat kan. @grotemeisjes.depodcast. En dan zien we jullie volgende week. Bedankt voor het luisteren. Doeg! Doeg.